Hallo, hallo en uh, welkom op de Sofa met CK. Onze wekelijkse podcast waarin ik interessante auteurs en boekenschrijvers ontmoet. Vandaag is ook niet anders en mijn uh, gast van vandaag is Mario Sel. Mario is 42 jaar oud de en heeft een boek geschreven over uh, zijn avonturen als uh, iemand met spina bifida geboren is. Mario, van harte welkom. Dankjewel, goedemiddag CK. Ja, fijn om je in studio te hebben. Ja, het is heel fijn om hier te zijn. Ja, kijk eens aan. aan. Uh, Marie, hoe gaat dat met jou? Goed, um, de boek ligt nu, uh, of het boek ligt nu ruim een maand in de boekhandel. En um, ah, het is leuk om, uh, om zoveel leuke commentaren en leuke recensies daarover um, te mogen ontvangen. Dus. Uh, ja, ja, het gaat Kijk best goed. Ja, ja voilà. Um, het gaat uiteraard over jouw boek uh, Side to Side in het in Engels. Uh, Leven en sporten met Spina Bifida uh, van Mariusel. En uitgegeven door uh, Willem's uitgevers, wie anders uiteraard, Inderdaad. voor de Boekencafé. Uh, heel fijn, mooi boek geworden. Ja, hoe is het idee ontstaan of van waar komt uh, de boek? Het idee van... Um... De tocht, want daar gaat het eigenlijk over. Het is een tocht geworden van 300 kilometer op 10 dagen door Vlaanderen met een rolstoel. Het idee is ontstaan tijdens de coronaperiode, toen we allemaal moesten thuis zitten, niet naar buiten konden om te gaan werken. Zo was dat net ook bij mij. Ik ben toen de natuur ingetrokken. Heel veel mensen zijn toen de natuur ingetrokken, zijn gaan wandelen, zijn gaan fietsen. En ik ben tochtjes beginnen maken met de rolstoel. Een beetje een oude liefde van vroeger uit mijn jeugd um, teruggevonden uh, daarmee. En tijdens die tochtjes kwam het idee om, om het um, ja, een beetje groter te zien dan enkel um, wat rondjes rond de kerktoren te rijden. Um, en zo is het idee ontstaan om, om een tocht door Vlaanderen um, te organiseren. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja, je zegt uh, rolstoel, um, spina bifida. Zou je dat uh, voor onze kijkerlijsteren een beetje kunnen toelichten? Zeker vast. Um, spina bifida en hydrocephalus, want dat zijn de twee beperkingen um, die ik heb, um, is beter bekend als een open rug en een waterhoofd. Um, de hydrocefalie of het waterhoofdje um, is iets dat bijna altijd samen gaat met, um, met die spina bifida. Um, en... Het is eigenlijk dus een aangeboren handicap, spina bifida is een aangeboren handicap, uh, waarbij dat de ruggenwervel niet volledig um, gesloten is tijdens de, um, dus ja, in de baarmoeder tijdens de zwangerschap. Um, waardoor het er een, een verlamming ontstaat, heel vaak aan de onderste ledematen. Um, en zo ook bij mij. Dus ik ben um, bij ben bij rolstoelgebruiker, um, en verlamd aan de onderste ledematen door het, um, het niet goed sluiten van, van de ruggengraat um, ja. tijdens... Eigenlijk heel vroeg in de zwangerschap. De ruggengraat is het eerste stukje van het, um, um, van het menselijk lichaam dat gevormd wordt. Um, en dus in die eerste weken van de zwangerschap is de rug um, bij mij niet goed gesloten. Ja, ja. Zeg, En um, weten wij hoe dat dan zoiets voorvalt? Is dat erfelijk of is dat iets tijdens de zwangerschap? Um, Spina dat kan een erfelijke factor hebben of een, um, een niet-erfelijke factor. Um, de niet-erfelijke factor, dan gaat het um, heel vaak over een uh, vitamine um, tekort of een, of een slechte opname van vitamine. En dat de foliumzuur? Um, or... en dan spreken we inderdaad over foliumzuur. Mm -hmm. uh, klopt, hè. dus uh, foliumzuur is tegenwoordig een, een, een vitamine die in um, heel wat vitaminepreparaten wordt toegevoegd, die ook worden voorgeschreven aan vrouwen die een zwangerschapswens um, hebben. Um, en omdat het uh, defect zo vroeg in de zwangerschap ontstaat, is het ook belangrijk dat men daar al mee start voor, um, um, voor de conceptie. Mm -hmm. um, omdat het eigenlijk anders al, al te laat is en dan is de ruggegraad al gevormd en, en, en is het kwaad, als ik het zo mag zeggen, al ja, uh, geschied. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. all right, all right. ja, en dan de waterhoofd, dat is weggeëpt of, of is het behandeld geweest? Um, bij mij is het um, na de geboorte behandeld geweest. Hè? Dus ze hebben een pompje geplaatst. Um, bij mij heeft het iets langer geduurd, omdat ze in mijn eerste levensweken uh, en maanden zelfs mij niet al te veel uh, kansen gaven. Uh, dus die operatie is later gebeurd. Um, maar ja, uiteindelijk uh, hebben ze een pompje geplaatst. Um, is uh, het, het water, uh, het over, overtollig hersenvocht, dat, uh, dat niet op een natuurlijke manier kan wegvloeien bij hydrocefalie, is op die manier. Um, Weggevloeid in de in inderdaad. Ja, in ja, 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 ja. ja, naar de dus Met een zonde, Met een, zonde, ja. Ja, met een, ja. Uh, een pompje, ja. Mm -hmm. ja oké. Okay. Maar daar weten we niks meer van, denk ik. Nee, daar uh, <laughs> weet ik gelukkig helemaal niets meer van. <laughs> en um... dat hoofd is helemaal goed gekomen, maar die hebben een ongelooflijk knappe man geworden. Dank wel. Kijk eens aan, hè. Uh, ik begrijp wel waarom dat dan lief voor je kiest. Zometeen <laughs> <laughs> ga ik blozen. <laughs> <laughs> ja, en dat brengt ons ook natuurlijk aan, aan, aan jouw situatie van vandaag. Je ja. bent uh, gelukkig getrouwd met twee kinderen. Klopt. Um, ik ben 17 jaar geleden getrouwd met Nathalie. En ondertussen hebben we een tweeling van um, ja, 15 jaar. Ondertussen. Oh wauw. Um, een jongen en een meisje, Gita en Tybe. Um, ja, die doen het geweldig goed. Ja, ja. fantastisch. Kijk eens ja. aan. We komen er nog op terug op, uh, tijdens deze gesprekken over de vaderschap en, uh, en misschien kinderwensen. Ja. Uh, maar misschien heel, heel even uh, terug naar uw boek. Hè? Ja. Um, de idee van uw boek is ontstaan. Um, toen jij samen met een aantal uh, vrienden, zou ik zeggen. of, of, of mede-activisten. Mag je activist zeggen? Of, uh? Ja, ja ik, ik haal een stukje activisme ook aan in het boek. Dus je mag uh, <laughs> je ja. activist ja. zeggen. Ja. Um, ja, ik ben. Um, Goed bevriend met een, uh, een, een, een man, Chris heet hij. Hij is de vader van een, uh, een jonge vrouw, uh, meisje, met um, Spina Bifida ook. We zijn zo ook via de vereniging voor Spina Bifida en Hydrocefalie uh, met elkaar in contact gekomen. En toen ik het idee had om die toch te doen, had ik dat uh, aan Chris voorgelegd. En um, samen hebben we hebben dat project verder uitgewerkt. Mm -hmm. Ja. Ja. En de tocht is eigenlijk geworden van de ene kant Vlaanderen naar het andere. Ja, dat klopt. Ik ben gestart in Maasmechelen en geëindigd in Blankenbergen. Um, en het zijn wel twee symbolische plaatsen ook. Uh, Maasmechelen is de plek waar ik uh, Nathalie heb leren kennen, um, ondertussen 22 jaar geleden. En uh, Blankenbergen is de plaats waar we um, vaak op vakantie gingen, uh, waar mijn ouders ook uh, vaak verbleven. En um, ja, dus dat was. Uh, Beetje symbolisch beide. Ja, oké. Ja. eens aan. Hoeveel kilometers hebben jullie dan gedaan? We hebben 300 kilometer afgelegd. 300 en ja. hoe lang is dat uh, uh, toch geweest? 10 dagen. 10 dagen? Ja. Dus een gemiddelde van 30 kilometer per dag. Eén dag al een beetje meer, de andere dag een beetje minder. Dat is wel uh, veel, hè? Als je in een wheelchair zit. Hè? Ja. Met de rolstoel. Ik vergelijk nu altijd de rolstoel of mijn armen beter. Uh, vergelijk ik altijd met, met, met uw benen. Um, of iets. Of iets. Ja. Um, nu, het, het ligt een beetje tussen. We hebben het al, al op wandeltempo gedaan, dus daar kan je het, kan je het eerder mee vergelijken. Um... Hoe lang doe jij nu bijvoorbeeld over 30 kilometer? Tijdens de tocht hadden we altijd een, een gemiddelde tussen de 5 en de 6 kilometer per uur. Ja, ja, ja dus... je wandelsnelheid. Ja, de wandelsnelheid. 5, 6 uur dan. Ja, vijf, zes uur onderweg geweest elke dag. Um... En waren daar zo van de kroegenstops om wat nee, snaps en nee. genevers bij te doen? Het was... Um... Het was een beetje leven als een pater, uh, die periode. Hola, okay. Ja, ja, ja. Dus ik heb. Uh... Nee, nee, daar hebben we echt niet op gedaan. Um, de bedoeling was dat er elke middag wel iemand um, een lunchpakket um, bezorgde. Dus we hebben elke, ochtend, elke middag um, onderweg een lekkere lunch gegeten. Maar we hebben het wel uh, tien dagen gezond gehouden. Ja, ja, ja. Maar je zegt, ik heb het met Chris georganiseerd. Dat is een hele organisatie. Achteraan. Hoeveel deelnemers hadden jullie? Um, goh. Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat er in totaal een, een, toch wel een, een honderdtal um, mensen hebben meegestapt, verspreid over die tien dagen. Um, en al dan niet alle stukken, of moesten ze allemaal alle stukken mee? Nee, nee, nee. Um, de meesten hebben er een, een halve dag meegewandeld, of een hele dag. Um, of een klein stukje soms maar. Um, maar eigenlijk kwam het erop neer dat, dat ik nooit alleen was. Um, doorheen heel de route was ik nooit alleen. Um, en was er altijd wel uh, ja, minstens een vijftal man uh, bij mij. Oké, okay, ja, aangenaam. Ja. En overal waar het jullie stopte, was het voorzien dat jullie in gastgezinnen gingen slapen. En ja. Hoe is dat geweest? Ah, wel, toen we de, um, het project gelanceerd hebben, eind 2020, uh, begin 2021, um, toen hebben we ja, de oproep gedaan om, om ergens te kunnen overnachten. En al heel snel, ik denk binnen de, binnen de maand, had ik, um, had ik mijn negen slaapplaatsen uh, gevonden bij mensen thuis. Heel vaak mensen die ik kende, familie, vrienden. Maar soms ook mensen die ik uh, helemaal nog niet kende. Dus dat was uh, best leuk om te doen. Ja. Ja. En waren dat uh, wandelpaden, uh, fietspaden? Hoe, hoe, hoe is daar praktisch gebeurd? Ja, ik heb um, heel bewust gekozen voor de fietsknooppunten te volgen, omdat die um, ook rolstoeltoegankelijk um, zijn. Bij wandelpaden kom je al vaak op um, onverhard terrein uh, terecht. Met die fietsknooppunten heb je meestal wel uh, ja. goed bereidbare routes. Ja ja je soms ook begeleiding uh, qua politie of zo nee, of nee? nee ja, dat was niet dat nodig dat was niet nodig heeft je vrouw en kinderen meegedaan uh, Nathalie Gita en Tibbe hebben stukjes meegedaan um, maar ze hadden ook thuis in hun eigen werkzaamheden dus uh, ze geen dagen mee, ze zijn geen tien dagen mee op pad geweest uh, maar ze hebben stukjes meegewandeld ja. Ja, ja voilà. Dat is wel een ervaring. Dat is ook iets dat je zegt, Chris en ik, dat heeft ons ook nog dichter bij elkaar gebracht. Ja, dat heeft ons zeker nog dichter bij elkaar gebracht, ja. ja. ja Want Chris is een van uw beste vrienden, hè? Chris is ongetwijfeld een van mijn beste vrienden, ja. ja, ja dat durf ik nu zo wel te stellen. Ja, ja. ja, ja. hoe lang kennen jullie elkaar? Um, goh, ik denk dat de eerste keer dat Merel meeging um, met de kampen van de vereniging, dat uh, moet een, ik denk een vijftal jaar geleden zijn. Dus um, sindsdien uh, ja. Ja, zijn we elkaar beter en beter leren kennen. Ja, ja. Voilà, voilà. Um, ja, misschien willen we toch een aantal thema's uh, bespreken, uh, zoals je dat ook in jouw boek gedaan hebt. Uh, ik zou zeggen, laten we beginnen op, uh, met het thema zelfredzaamheid. Ja. Hè? Dat heb je ook uh, benadrukt in jouw boek beschreven. Um, ja, waarom uh, willen we hierover praten en wat, wat wil je eigenlijk juist zeggen? Goh, ik uh, kwam met het thema zelfredzaamheid eigenlijk aangeven dat... Um ja, dat is voor mij een beetje de basis geweest van alles. Um, mijn ouders hebben mij altijd opgevoed, um, net zoals mijn twee broers, um, om, ja, om het zo ver mogelijk te brengen in het leven, om zo zelfredzaam mogelijk uh, te kunnen zijn. Um, en die zelfredzaamheid ja, die, die, die heeft ervoor gezorgd dat, dat ik alles heb kunnen doen wat ik nu um, kan doen. Um, en je ouders hebben jou ook altijd dezelfde behandeld als je, je siblings, jouw broers ja. en zussen neem ik aan? Uh, twee, broers. twee broers, ja. ja. Um, ja, dat is toch in, uh, in betrachting geweest. Um, ja. Dus dat heeft mij zeker die zelfredzaamheid um, meegebracht. Ik wou in het boek dan ook zeker ook um, de zelfredzaamheid week uh, binnen de vereniging voor spina bifida en hydrocefalie aanhalen, omdat dat voor mij een van de belangrijkste activiteiten ook is binnen, uh, binnen onze vereniging. Um, ja. Dus ja, dat, is, ja. Um, dat heeft mij heel veel... Ja. Uh, opgeleverd zal ik ja, maar zeggen. Uiteraard, ja, uiteraard. Ja. Ja. En uh, zelfs op je jonge leeftijd ben je aan de kampen geweest voor zelfredzaam... ja. eh? ja. de zelfredzaamheid. De zelfredzaamheidweek um, is voor kindjes van 6 tot 12 jaar met Spinarifida. Um, ik ben beginnen meegaan denk ik als ik een jaar of acht uh, was. Um... Maar je was er al eigenlijk zeer ja, ik... Onaf... Ik dat, onafhankelijk uh... Ja, ik was toen, um, ik was toen te, al best ja. zelfredzaam. Maar op zo'n kampje leer je toch nog andere dingen die, die, die ouders thuis moeilijk kunnen aanleren, omdat ze niet goed weten hoe ze het moeten aanpakken. Ik, ik zeg zo maar iets. Um, hoe doe je een broek aan wanneer dat je in een rolstoel zit? Je moet die broek wel over je bips krijgen. Um, dat zijn van die hele kleine trucjes die, uh, die kinderen op kamp kunnen leren. Ook een toiletverzorging is iets heel, um, iets heel specifiek. Um, dat zijn ja, zaken die, uh, die je op die zelffredsheid week allemaal uh, kan aanleren. Ja, um... Ik mocht jou al eens vragen, dus ja. bij een deze. <laughs> um, jij, in jouw geval, jij hebt geen gevoel onder je knieën, klopt. Ja, dat klopt. Um, mijn gevoel hebt weg. Hè. Dus uh, mijn bovenbenen heb ik nog een beetje gevoel, zeker van voor, van achter iets minder. En onder de knieën heb ik helemaal geen uh, ja. gevoel. Ja. Dat is dus ook verschillend met mensen die bijvoorbeeld verlamd zijn door accident of, of zo. Dat is anders. Ja, Spina Bifida is sowieso um, bij iedereen een beetje anders. Um, Spina Bifida hangt af van op welke plaats in de, uh, de ruggengraat de opening is, maar ook hoe groot dat de opening is. Um, ja. Dus het is heel moeilijk te zeggen. Als je Spina Bifida hebt, heb je altijd die of die um, verlammingsverschijnselen. Dat is binnen onze vereniging ook. Ik, ik, ik ken geen twee leden binnen de vereniging die identiek dezelfde... Um, ja verlammingsverschijnselen of gevolgen ja. Ja, 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 uiteraard, ja. uiteraard. Uh, dus dat wil zeggen dat je in principe ook uh, jezelf kunt aankleden, zoals je net ja. aangeeft. Je hebt gevoel in je lichaam tot, tot aan je knieën. Ja. Hè? En je vertelt het ook in een leuke scène in bed met Nathalie, dat je zelfs voelde dat ze kittelde aan jouw voetjes, ja. voeten. Ja, inderdaad. Uh, 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 yeah. Ja, we voelen aan aan elkaar wat, uh, wat, dat mogelijk, is, hè, wat dat ja. mogelijk is en wat niet mogelijk is. En inderdaad, ik uh, Soms, gevo gevoel is vaak meer dan, dan het letterlijk voelen. Gevoel is vaak ook van weten dat iemand anders mm. um, iets doet. Um, dus ja. ja. Ja, vandaag zit je hier zo, uh, met een boek uitgebracht, uh, uh, zeer actief in jouw vereniging, je werkt, uh, uh, je bent gelukkig getrouwd, vader van een kind, twee kinderen. Maar hoe was het in jouw jeugd? Had je, had je geworsteld met je situatie? Um, ik denk dat die worsteling, vooral bij mijn ouders lag. Um, als kind zijt je um, heel um, ja, onbezonnen. Um, je hebt geen zorgen. Um, die zorgen lagen veel eerder bij mijn ouders, denk ik. Um, maar eigenlijk ging dat allemaal vlot als kind. Ik heb, ik heb als kind nooit het gevoel gehad dat ik, um, dat ik anders was of zo. Um, dus, dus nee. Um, maar ja. dat komt ook door de opvoeding, denk ik, die ik heb meegekregen. Um, mijn ouders hebben er ook altijd voor gezorgd dat ze. Dat mensen niet op een andere manier naar mij um, hoeven te kijken. Ja. ja, dat is heel mooi, hè? Ja. inderdaad. Ja, niet voor iedereen is zo, denk ik, hè? Nee, nee, nee. Ja. Um, dat is ook niet, niet makkelijk, denk ik, als, um, als ouder om dat op die manier um, te doen. Hè? Want het, het vraagt wel een beetje extra um, inspanning. Um... Ik denk wel dat in ook in de puberteit, wanneer dat uh, jonge adolescenten. Ja. Um, sowieso in, op die leeftijd op zoek zijn naar zichzelf, naar identiteit, ja. naar wat wil ik doen, wie ben ik. En ik, ik ken geen enkel puber die zegt, ja, ik ben tevreden met mezelf, ik ben knap en slim. Nee, ze zijn allemaal onzeker. Hè? Dat klopt, en die onzekerheid heb ik, heb ik ook gehad. Um, maar ik heb die nooit of, of heel weinig gekoppeld aan, aan, mijn, um, aan mijn beperking. Um, ik heb nooit gedacht of. of die gedachte is misschien later gekomen dat ik, dat ik nog geen liefje had omdat ik in een rolstoel zat. Um, ik had geen liefje omdat ik nog geen liefje was tegengekomen, um, maar niet omdat ik um, ja. in een rolstoel zat. Kijk eens aan. Ja. Nou, fantastisch. Ja. Chris, Chris. Mario. Chris is ja. aanwezig. Hij is aanwezig, ja. Ja. Um, ik vind het echt uh, wat jij nu zegt bewonderingswaardig. Ja. 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 ja, dat is. Um, dat is ook een, een, een deel van die opvoeding geweest. Hè? Je krijgt dat mee om, 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 om positief te denken. En om, um, maar het is ook een te... beetje de aard van het de beest, denk ik. Dat is ook de aard van het ja, beestje, ja, ja, ja. Je hebt twee mogelijkheden. Ofwel ga je in een hoekje zitten kniezen, ofwel um, ga je vooruit en probeer je er... Uh... Het is wat dat, dat is. maar maken voilà. er de best van. Voilà. voilà. Ja. En, en wij hebben gekozen voor optie twee. Ja, Fantastisch, dat vind ik echt heel fijn. Ik, ik, ik ken ook een, een, een aantal mensen en kinderen die hiermee struggelen, die dezelfde aandoening hebben. Um, niet makkelijk. Niet, niet, niet makkelijk. Um, ik zou niet nie weten of dat, wat dat juist is, maar ik zou durven zeggen, op die leeftijd, 14, 15, 15, 15, 16 jaar, als meisje, ja, ja het is. Het is uh, ja, dat zien we ook. Hè. Um, bij spina Bifida heb je dan ook nog eens een keer dat um, de, de periode van puberteit vaak uh, vroeger um, optreedt. Um, dus dat maakt het nog allemaal een beetje uh, complexer voor heel veel van die um, kinderen en jongeren. Um, maar gelukkig ja, ben ik daar redelijk goed, uh, ja, goed doorgekomen. Van, da ja, ja, dat ja, is ja, helemaal ja. zo. Denk je ook dat dat uh, uh, meer... Um zeg je dat voorlichting, inlichting op scholen zou mogen gebeuren om, om ja. de, de situatie uit te leggen. Van de maatschappij, ik weet het niet, Allee, jij weet het dat de eerste hand, maar maatschappij is ook niet altijd klaar of even vriendelijk tegen mensen die anders zijn. Nee, er, er zijn zeker nog heel wat stappen te nemen hè, in onze maatschappij. Zonder twijfel, als ik terugkijk naar mijn schoolervaring vroeger, is die altijd of meestal vrij open geweest um, ik was altijd welkom op school uh, er, werd de, er werd moeite gedaan om, 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 om het mogelijk te maken dat ik bij hun uh, les kon volgen um, er zijn ook mindere ervaringen geweest ik heb een Turen-leraar gehad die er niet beter op vond om tijdens de turenles mij een boekbespreking te laten maken over een boek um, over sport in plaats van mij tijdens de turenles te laten meedoen wat ik toch zou kunnen meedoen Um, maar langs de andere kant heb ik ook een uh, turnel-leraar gehad die dat, um, mij mijn sport liet uitoefenen. Ik was uh, vroeger een, een, een wieler, hè, dus ik, uh, ik deed wedstrijden met de rolstoel en ik mocht gaan trainen tijdens een uh, tijdens turenles. Dus ik heb, ik heb de beide kanten van de medailles gezien uh, op dat vlak, ja. ja. Ja, Want sportief, dat ben je wel. Ja, ik ben sportief altijd <laughs> geweest. Um, je hebt ook altijd trainen, nu nog steeds, denk ik. Um, nu is het weer een beetje minder. Um, maar vroeger was ik, um, was ik heel sportief. Ik heb vanaf mijn 14 jaar heb ik um, aan rolstoelkoersen uh, gedaan, aan Wieler heet dat dan. Um, heb ik gedaan tot ik um, Nathalie leerde kennen. En dan kwamen er andere um, interesses zoals dat dan uh, ja. gaat. Um, maar ja, ervoor ook. Ik ben altijd, want dan zijn de voorliefde voor wandelen, die ook in het boek wordt, uh, wordt aangehaald. Um, met mijn ouders, uh, met de grootouders Max mama zeiden, gingen we heel vaak op zondag wandelingen maken um, daarna kwam dan het wielen en dan nog later is het uh, recreatief handbiken um, in de plaats uh, gekomen um, en dan nu met side to side uh, ja. zijn de wandelingetjes met de rolstoel terug uh, ja. aan bod gekomen ja. kijk eens aan, fantastisch um, ja, ik zou zeggen, uh, zou jij uh, een, een stukje willen voorlezen uit je boek? Um, ja. En welke stukjes zou je willen lezen? Um, we hadden het er juist over um, mijn uh, schoolperiode. En um, ik had in mijn schoolperiode een hele goede jeugdvriend. Joachim heette hij. En Joachim, um, ja, dat was mijn, mijn allerbeste vriend in de lagere schoolperiode. En ik mocht daar elke woensdagmiddag bij zijn grootouders... Um, Gaan zwemmen en daar heb ik een klein stukje over uh, geschreven. Okay. Bij het zwembad in de tuin van zijn grootouders, na de boodschap van Joachim's grootmoeder dat we straks onze reep chocolade moeten komen halen, kleden we ons om. Joachim zoekt hiervoor de kleedruimte op. Ik zelf wissel langs de kant van het zwembad mijn short en T-shirt voor mijn zwembroek. Hopelijk passeren Joachim's zussen niet, denk ik bij mezelf. De grote glaspartijen die het zwembad scheiden van de tuin. Zou het tot een beschamend moment kunnen leiden? Bandjes trekken doen we niet. Zoals gewoonlijk gaan we nu ook over tot een spelletje waterpolo. Waarbij we een ingebeelde goal voor ogen houden. Joachim, een primis in de klas, maar ook in de sport, voelt zich als een vis in het water. Mijn zwemskills zijn dan weer iets minder. Aangezien ik me slechts op armkracht dien voor te bewegen. Het verschil in snelheid compenseert hij met vriendschap en niet met medelijden. Zoals je als anders valide maar al te vaak ervaart. Stof om over na te denken en zo mooi. Ja. ja, vond ik ook. Um, en zo heb ik gelukkig um, nog, uh, nog wel vrienden gehad um, die, um, die mij bekijken als, als Mario en niet als een, uh, een man in een rolstoel. En, ja. en dat maakt het grote verschil. Ja. ja. Ja, inderdaad. Kijk eens hoe mooi, hè? Uh, Mario, uh, we hebben het gehad over zelfredzaamheid, we hebben het gehad uh, over vriendschap. Laat ons misschien hebben over inspiratiebronnen. Dat heb je ook als een van de hoofdstukken in jouw boek uh, beschreven. Dat klopt. Waarom um... wil je ook over inspiratiebronnen schrijven? Oh, ik had altijd um, het idee om... om... Naar aanloop van Side to Side, dat staat ook in het boek, um, hebben we een, een blog bijgehouden. En in die blog um, schreef ik korte stukjes over um, mijn trainingen die ik aflegde, maar ook over bepaalde um, thema's die mij bezighouden. Um, en een van de thema's die ik altijd aan bod wou laten komen um, is ook geloof, um, geloof en inspiratie. Um, maar dat is er nooit van gekomen, um, er was nooit een, een goede gelegenheid om, om die blog te schrijven. Dus heb ik ervoor gekozen om die uiteindelijk dan um, in het boek um, te laten terugkomen. En, en vooral ook omdat de inspiratie. Ja, ik ben vaak geïnspireerd geweest door mensen en door geloof. Um, van thuis had ik dat ook meegekregen. Um, daarna ook eh, in de voorbereiding van Side to Side met Chris um, was er heel veel inspiratie um, die, ik, uh, die ik daardoor kreeg. Maar het is ook de bedoeling geweest om inspiratie. Te geven aan anderen. Um, en daar gaat het eigenlijk om uh, bij side to side. Hè. De, de bedoeling was ook om, om jongeren met Spina Bifida te inspireren om ook ja, iets te maken van hun leven en, en, en te gaan bewegen, um, actief te zijn, um, buiten te komen, onder vrienden te komen. Um, en die inspiratie heb ik hopelijk um, met dit boek ook kunnen, kunnen meegeven. Ja, voilà, voilà. Um... Ik denk dat je zelf ook uh, als inspiratie dient of gaat dienen, of voor veel mensen uh, toch wel als inspiratiebron gaan ga zijn of betekenen. Um, voor mensen die het misschien moeilijk hebben, moeilijk gehad hebben. Of... Ja, um... en misschien al dan niet gerelateerd aan mensen met handicap, maar we hebben het allemaal soms moeilijk en ja. Ik denk dat, allemaal, dat, dat we allemaal als, als taak hebben om, om elkaar te inspireren. Niet alleen um, ik vanuit um, mijn handicap of vanuit mijn functie bij de Vereniging voor Spina Bifida. Um, maar ik denk dat gewoon ieders taak is om, om elkaar te proberen te inspireren. Um, en dat kan met hele kleine dingetjes zijn. Um, maar het is gewoon wel belangrijk dat we elkaar blijven, blijven, blijven aanmoedigen en, 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 en steunen en, en, dat we inspiratie vinden bij elkaar, ja. Ja, want je hebt het ook in de, in de hoofdstuk uh, inspiratie ook over uh, Sarah. Ja. Sarah is iemand met, met cerebrale parese, heb ik dat juist gezegd? Ja, dat klopt. Um... En je hebt het ook over manier hoe dat zij haar leven heeft ingedeeld, omdat ze ook zelfstandig en alleen wil wonen. Dat klopt, Sarah um, was, was eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Ik heb een, een stukje geschreven over zelfredzaamheid en daar komt, ze, daar komt ze dan ook in terug. Um, en en... Ik denk dat Sarah ook wel, wel iemand is die, die anderen kan inspireren. Um, zeker en vast. Mm -hmm. um, vooral ook omdat zij het op een, op een andere um, manier moet, moet aanpakken dan dat ik het moet aanpakken. Um, ik heb het geluk dat ik mijn, mijn beide armen um, nog goed kan gebruiken. Um, dat ik mijn spierkracht um, in mijn bovenlichaam optimaal kan, kan, kan benutten. Dat is bij Sarah door haar beperking. Um, Net iets anders. Um, en, dus ze haar, woont en ze woont alleen. ze woont alleen. Dus zij moet het ook een beetje, een beetje anders gaan aanpakken. Um, en dat doet zij bijvoorbeeld door, door heel um, duidelijk te communiceren, heel duidelijk te zeggen wat ze, ze, wil, wat ze en wil, wil en niet ja, wil. Um, ja. ik, ik heb het in mijn boek ook aangehaald. Een, een stoel die, die langs de ene kant van de tafel wordt gezet, terwijl het voor haar makkelijker is als die stoel langs de andere kant van de tafel staat, omdat ze anders geen doorgang heeft met haar, uh, met haar rolstoel. Um, dat zijn van die hele kleine dingen maar je moet het wel, uh, je moet het wel durven om, um, om te zeggen, om te zeggen gewoon, uh, waarop ja, het staat zet de stoel daar en niet daar, ja, en, niet ja. daar. En, en, um, en om hulp te durven vragen um, en, en dat is het mooie aan, um, aan Sarah um, en dat wou ik zeker ook um, in het boek meegeven dat zelfredzaamheid niet alleen iets is dat je um, fysiek moet um, aangeleerd krijgen maar dat het ook gaat over um, Dingen durven en, en, en ja, zeker waarop het staat. Ja, voilà. ja, kijk eens aan, en dan brengt me ook naar het volgende stuk, en dat is uh, geluk. Uh, kinderwens, je familie. Ja. Uh, je hebt jouw geluk bij Nathalie gevonden. Dat klopt. Hoe um, hebben jullie elkaar ontmoet? We hebben elkaar ontmoet tijdens um, een uh, jeugdkamp van de christelijke mutualiteit. Ondertussen heet dat Kazoo. toen heette dat nog um, anders. Um, ja. Maar wij gingen samen op uh, een integratievakantie. Een integratievakantie is een uh, kamp voor kinderen met en zonder beperking die samen um, op kamp kunnen gaan, op vakantie kunnen gaan. En ik ging ondertussen al een paar jaar mee als um, begeleider uh, van die kamp. Um, Nathalie kwam erbij in die groep bij ons en uh, ze vertelden ons dat ze in uh, haar overstap zat van het tweede naar het derde jaar uh, uh, verpleegkunde, um, en dat ze haar eindwerk in het derde jaar uh, ging maken over Spina Bifida. Um, dus ik heb eigenlijk van die kans meteen, uh, ik heb die kans meteen gegrepen om, om haar om bij mij... Haar alles te vertellen. Ja, om haar alles te vertellen over <laughs> Spina Bifida. Um, Met dat een beetje voorbedacht te raden, denk ik? Nee? Misschien een beetje voorbedacht <laughs> te raden, dat uh, laat ik in het midden. Um, maar, maar op die manier zijn we wel uh, dichter naar elkaar toegegroeid en uh, hebben we elkaar uh, gevonden. Yeah. Ja, lucky man. Ja, dat mag ik wel zeggen. Ja, ja welke ik heb foto's gezien. Prachtige echte auto. En Bevrouw. dan nog twee kinderen. Jullie hadden kinderwens. Ja. Hoe is dat gelopen? Um, ja, we waren hey, jonge twintigers. Um, en zoals elk, of toch zoals vele jonge koppels, begin je dan na te denken: van, hey, willen we kinderen, willen we geen kinderen? En bij ons was het vrij snel duidelijk dat we, dat we alle twee die kinderwens hadden. Um, dus zijn we gaan, gaan kijken: van ja. Is het wel mogelijk om um, op een natuurlijke manier in eerste instantie um, kinderen te hebben? Dat bleek in mijn geval um, niet mogelijk te zijn, en na enkele um, fertiliteitsonderzoeken bleek dat, um, bleek dat niet mogelijk te zijn. Um, en dan zijn we andere pistes gaan bewandelen. We hebben gekozen voor een kunstmatige uh, inseminatie. Een EBF, um, uh, ja. Um, het of, is geen in vitro nee? uh, fertilisatie geweest. Het is een, een uh, inseminatie geweest waarbij dat, uh, rechtstreeks bij Nathalie de, de zaadcelletjes zijn, uh, ja, zijn ja. ingebracht. Uh, en dat is gelukt? En dat is gelukt. De tweede, de tweede poging was meteen uh, de goeie. Fantastisch. Ja. En meteen uh, een tweeling. Dus <laughs> we, hadden, we hadden onze koningswens meteen te pakken. Ja, ja. de zoon en de dochter. Ja. Gieten en... Diebe. Gitte en Tybe? Ja, 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 klopt. Ondertussen, 15 jaar zeg je? 15 jaar, vierde ja. middelbaar, ja. 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 Ik heb de foto's gezien, prachtige kinderen, zeg, provincia. Ja, ze lijken gelukkig heel erg op hun, uh, op hun mama. Ja. 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 Fijn, 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 kijk eens aan. Ja, en uh, hoe gaan jouw kinderen met uh, jouw uh... mag je aandoening ja, ja, zeker. Dus, nee. naast, nou, ja. Al... Uh, wat vinden zij, of, of hebben jullie daarover gesprekken gehad? Of, uh... We hebben daar gesprekken over gehad. Um, nu niet zozeer over, over spina bifida of de aandoening op zich. Um, eigenlijk is het een beetje natuurlijk gekomen. Hè? Dus, ze hebben nooit anders geweten dan dat die papa in de rolstoel zit. Ik, ik heb het ook nooit uit de uh, gegaan. Hè? Vroeger op school, in de kleuterschool of in de lagere school, werd er al eens een keer aan de ouders gevraagd om een voorleidsmoment uh, te komen uh, meebegeleiden. Of te komen helpen op het schoolfeest, uh, dergelijke meer. Um, heb ik altijd proberen te doen, zodanig dat ik ook wel heel dicht bij, bij mijn kinderen stond. Um, en en ja, hebben ze eigenlijk nooit ervaren dat ik anders ben dan, dan, dan die andere papas uh, die dat ze daar um, tegenkwamen op school. Um, dus nee, dat is, eigenlijk, um, dat is eigenlijk vlot gegaan. Er zijn wel van die, ja, van die ludieke um, dingetjes die ik me kan herinneren. Ik weet ooit dat een van de kinderen. Um, een deugnieterijstreek uh, had uitgehaald. en dat ze de trap opkroop. omdat uh, ze dachten dat ik dan. bij hun er niet aankom. tegen hun voeten te geven. Um, dat is wel al eens een keer gebeurd. zo van die hele grappige dingen. Kinderen um, blijven kinderen, Ja, eruit. kinderen kleine, ja. blijven kinderen. En, en ja, er zijn natuurlijk ook wel zaken, hè, zoals een, een, een wandeling op het strand. Dat zijn zaken die voor mij al, uh, al een beetje moeilijker zijn om dat zomaar uh, mee te doen. Um, hey, of een, een bergvakantie, dat is niet altijd even, even evident. Um, maar we hebben ons, ons leven daar ook een beetje op, uh, op aangepast. En soms gaat dat alleen met de kinderen iets doen wat ik niet kan meedoen. Um, en, en passen we het op die manier een beetje, een beetje aan. Ja, kijk eens aan wat een fijne familieverhaal is ook vandaag verteld. Ja. Ja, kijk eens aan. Ja, we kunnen blijven praten, maar inderdaad hebben we een beetje gevonden. Ja. Um, uh, wij zijn al toegekomen aan onze laatste onderdeel uh -huh. en dat uh, is een boodschap dat jij zou willen meegeven. Ja, um, boodschappen worden, um, worden vaak zo in, in, in quotes gegeven, hè? en ik ben, ik ben geen fan van quotes. Dat had ik al begrepen. Ja, um, omdat quotes vaak heel, heel beperkt zijn um, en, 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 en niet alles zeggen. Um, dus ja, nee, ik, ik, uh, ik zou als boodschap willen meegeven dat je dat je, um, je doelen moet nastreven. Als je, als je een doel hebt, dat je het moet proberen na te streven. En dat er altijd wel een manier is om, om, om je doelen te proberen te bereiken. En, en misschien is, is het. Doel niet altijd het uh, of het einddoel, niet altijd summum, maar, maar het, het, het pad naar het doel um, is vaak ook al heel mooi. En, en dat is iets dat we met Side to Side ook hebben, hebben gezien: dat, dat ja, de aankomst in, in Blankenbergen was heel mooi, maar, maar de weg daar naartoe ja, ja. was misschien nog veel mooier. Ja, ja. maar ja, en volgens jouw leven. Voilà, en, en dat is misschien inderdaad een, een mooie vergelijking met het leven. Ja, ja. Kijk ja, eens aan, ik zou zeggen, uh, chapeau en applaus van mijn kant. Dankjewel. Uh, voor de persoon die je bent, en de uh, manier hoe dat jij je leven hebt uh, ingericht en geleefd tot op heden. en ik zou zeggen, uh, verder zal het ook wel uh, goed lukken. Het is niet elke dag uh, uh, perfect voor niemand. Nee, dat is inderdaad zo. is voor niemand... Je uh, glas ni is altijd half vol, zie ik. Ja, dat, nou. uh, dat probeer ik toch. Ja. Kijk ja. eens aan. We een mooi afsluiter. En nu voor, voor dat we helemaal afsluiten, uh, zijn er plannen voor nog een boek of voor verstaan we? Um, Hebben die microben van schrijven gepakt? Er zijn ideetjes die in uh, mijn hoofd uh, aan het, uh, aan het uh, groeien zijn. Ik um, kan daar op zich nog niet zo heel veel over uh, zeggen. Wat side-to-side -side betreft zijn er wel um, vervolgtrajecten die eraan uh, gekoppeld zijn. Ik ga zelf die tocht niet opnieuw doen, um, want dat zou nooit mogelijk zijn om hetzelfde te, te, te bereiken. Maar, maar ik heb wel begrepen dat er binnen onze vereniging enkele jongeren zijn. die een, uh, een kortere versie van de tocht uh, gaan ondernemen volgend jaar. Dus daar kijk ik zeker naar uit. Um, dat wil toch ook zeggen dat ik die heb kunnen, kunnen inspireren. Um, dat is één ding, en we gaan verder ook um, op onze website gaan we inspirerende verhalen blijven posten um, van en voor mensen um, met Spina Bifida. Ja. Dus dat zijn um, kijk eens aan. zaken die er zeker nog aankomen. Fantastisch, kijk eens aan. Super, dankjewel uh, Mario voor uh, vandaag naar de studio te komen. Dankjewel voor de uitnodiging. En ik zou zeggen, ik nodig je uit als er dan nog een uh, leuke boek is of iets. kom eens terug uh, voor. Ons vervolggesprek dan. Dan kom ik heel graag terug. Dank je wel. Voilà, dank je wel. Hè. Voilà, dat was het voor vandaag. Ik nodig u om onze Op de Sofa met Zeka podcast te bekijken op onze YouTube-kanaal. En uiteraard op de Boekencafé. De boek van Mariusel kan je ook op de Boekencafé terugvinden. En ik zou zeggen, tot de volgende keer vandaag. Mariocel en C.K. Dobridge. We are checking out. Obrigado.